maar niet Germaine helemaal. Let op, Sebas is hier even helemaal de bal kwijt. Ik hoop dat hij erop staat. Oh, hij staat er zeker op. Uiteraard. En nog een keer zelfs, in slow motion. Germaine Vanenburg is de naam. En Sebas de Jong. Acties worden dan gelijk op socials gezet. En hij loopt nog door, die actie. Zo, Sebas, doe, bye bye. Heerlijk dit. Germaine Vanenburg en... Hey, ja, wie kan 3 man passeren in een telefooncel? Sebas tegenover zich. En doe bye bye, Sebas. Wat is die Germaine nog goed, zeg. Dan daagt hij Bailey uit. En wanneer passeren niet lukt, dan doet hij gewoon dit. Ja, mooi hoor. Germaine is wel echt een vervelende, ja, echt vervelende goede voetballer. Vooral dat laatste. En daar is hij weer. Met Sebas. En zonder Sebas. Lucas de volgende actie. Palos! De creators worden behoorlijk weggespeeld in de beginfase. En dan gaan we los hoor. Luc, balverlies. Elia, Vanenburg en... Goeie reactie hoor van Koen. Die echt een hele goede zaalvoetbalkeeper is. Vanenburg weer. 2 man om zich heen. Geen probleem. Elia en 4-0 zou einde verhaal zijn. Vanenburg. Oh! Ja, doet het zo. Wat een publiekspeler. Even dan, want dit is Edward van Geelst en daar is Germaine Vanenburg. En wat draait hij snel in dan? Oh! Wat een goal zeg van Germaine Vanenburg. Een sappige goal om van te smullen. Zelfs de creators feliciteren met dit doelpunt. Hey, ik deed echt mijn best, man. Hij draait. Hij is 50, maar het is niet normaal wat man draait. Deze 30ers, 40ers en 50ers zijn legends. Blijven altijd legends. En er komen nog bijna 11 minuten aan met veel meer moois. 3-4. Wat een spanning zeg. Het is 7-5. Dat is een draagbare stand. Komt er nog een toetje. Germaine de pannenkoning met... Oh, dat krijg je terug wanneer je scoort. Wat een panna deluxe.